Buenos dias, welkom bij de eerste NEC-update in het jaar 2024. We zijn in Spanje, jawel, het is weer tijd voor het trainingskamp. We zijn in Figueroa om precies te zijn, maar als eerste natuurlijk de beste wensen voor het jaar 2024. De selectie van NEC die zal in de avond landen. Die zijn nu nog onderweg richting Spanje. Wij zijn vooruit gevlogen. Ze zullen weer in hetzelfde complex verblijven als ze dat vorig jaar hebben gedaan. Nou, ze gaan vanavond nog eten, niet trainen in ieder geval, dat staat morgen op het programma. Dus we hebben ook nog geen interviews vanuit hier. Maar het is wel even tijd om nog eventjes een beetje terug te blikken op de eerste seizoenshelft. Want ja, de achtste plek, daar gaan we de winterstop mee in. En hoe blikt Rogier Meijer dan zelf terug over al die updates? Ja, Rogier, je had de start denk ik anders voorgesteld. Ja, daar hebben we wel een andere voorstelling van gemaakt voor de wedstrijd, ja. En, Hoe groot was de teleurstelling eigenlijk naar afgelopen weekend? Nou, de afgelopen weekend, je speelt op vrijdag, hè, dus als je op maandag bent is de teleurstelling al een stukje verder weg. Maar natuurlijk, zaterdag hebben we getraind en zijn we teleurgesteld. Ja, nog even terug naar afgelopen zaterdag. De euforie was wel groot, dat was pluspunt, maar het spel was nog niet groot, hè? Nee, dat was nog wisselvallig en dat hebben we denk ik ook, of heb ik eigenlijk direct na de wedstrijd al aangegeven. Ja, dat geldt ook voor de training, ja. Jij was ook na de wedstrijd duidelijk van, ja, we gaven de doelpunten wel makkelijk weg. Heb je er ook nog positieve dingen uit kunnen halen? Ja, ik weet niet wie iedereen was als een off day, moet ik eerlijk zeggen. Dat komt niet uit de mond van de spelers en de trainer. Ben je ook zomaar ineens favoriet in deze wedstrijd? Doet dat nog iets met jou of met de groep? Nee, ik rijd er niet anders van huis, moet ik eerlijk zeggen. Nog hier een enorme deceptie vanmiddag. Ja, zeker. Ik bedoel, zeker het moment waarop je de tweede goal natuurlijk tegenkrijgt net voor tijd. Ja, Rogier, heb jij deze week beleefd? Ja, niet zoveel anders als andere weken. Als je niet het resultaat had wat je wil halen, dan ben je teleurgesteld, maar niet te neergeslagen. Nee, Robin keept, omdat ik vind dat Jasper heeft 3-4 keer meegetraind en ik denk dat hij iets langer daarvoor nodig heeft. Nou, Robin heeft het goed gedaan, dus dan is dat wat dat betreft luxe. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik Heerenveen en nu ook Almere weer eigenlijk niet beter elke keer vind, maar juist weer achteruit vind gaan. Nee, klopt. De laatste twee wedstrijden zijn zeker voetballend gezien mindere wedstrijden geweest. Het ziet er niet goed uit met Bas Dos. De defibrillator komt bij iedereen eromheen. En dan kijk je naar de hoofden en de een is aan het huilen en de ander die kijkt alleen maar voor zich uit. Daar heb ik natuurlijk geen opleiding voor gedaan. Dus dan ga je ook op je gevoel af en je praat er met elkaar over en gelukkig... Was Bas in de kleedkamer tegenover ons, dus kregen we al vrij snel mee dat het de goede kant op ging. Nou, dat doet natuurlijk ook iets met je. En, het was een hele emotionele avond. En, Tuurlijk, je scoort 5 keer, maar je geeft ook weer 3 keer heel makkelijk een doelpunt weg. Ja, dat klopt. Daar kunnen we de ogen niet voor sluiten en dat zullen we ook zeker niet doen. Het klinkt allemaal wel een beetje als armoe. Mag ik dat zo zeggen? Als ik dan zie, ja, nog op het laatste moment nu een speler wie geen club heeft halen omdat je wat problemen hebt in de selectie. Nee, ja, ik vind dat niet als armo, moet ik eerlijk zeggen. We hebben gewoon... Nou, dat is een puzzeltje die je zo meteen nog eventjes mag gaan leggen. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Want er zijn ook wel wedstrijden geweest dat ons dat wel is gelukt. Alleen dat heeft ook te maken met de keuzes en de kwaliteit aan de bal. Hè, en de opties die we daar elkaar in aanreiken. Ja, ik zag je net nog eventjes ook met Bram Nuiting spreken. Dat was ook iemand die makkelijk lijkt het de doelpunten weg te geven. Staat vaak verkeerd? Nou, dat is niet een individueel verhaal, doelpunten weggeven. Dat heb ik ook deze week aangegeven. Rogier Meijer, weer 3-3, nu uit bij Twente. Wat voor gevoel heb jij nu? Uiteindelijk denk ik, als jij vooraf zegt, je pakt een punt bij Twente, waar heel weinig ploegen punten halen, dan zou je daarvoor tekenen. Nou, ik ga niks vragen over de verkiezingen, hoor. je hebt niet verloren, maar je hebt ook niet gewonnen.
Nee, tot minuut 88 was ik ontevreden dat we niet de wedstrijd gingen winnen. En daarna waren we opgelucht en blij met het feit dat we nog gelijk hebben gespeeld. Nou, dat moest lekker zijn richting Fortuna met zo'n overwinning bij Zwolle. Nou ja, dat is, weet je, dat is uiteraard prettig als je zo'n week 6 punten haalt. Wat vond je de mooiste eigenlijk qua doelpunten? Ja, die van Bart van Rooij was denk ik de mooiste. Maar die was niet zo bedoeld. Oh, die was niet zo bedoeld. Eerst maar even nog naar die mooie vrijdagavond. Wat was het wel, denk ik, hè, voor jullie? Ja, dat zei ik al na de wedstrijd. Als je op vrijdagavond wint, is het extreem lekker natuurlijk. En uiteindelijk als je vier mooie goals maakt, 4-1 thuis wint in de laatste thuiswedstrijd van het jaar. Ja, dan is dat wel lekker, ja. Goed, het was dan de eerste weer vanuit Spanje, de eerste NEC-update. Morgen zijn we dan weer. Dan kunnen we in ieder geval wat beelden laten zien van de eerste training van de mannen van Rogier Meijer. En later deze week veel meer interviews. En ja, inderdaad ook nog die NEC-update met Bart van Rooij. Voor nu zeg ik tot morgen.